Goeiedag dames en heren, ik ben Vergadertjoep en ik ga jullie alles vertellen over het verdelgen van mieren op een hele harde en sterke manier. Nou, we hebben hier de mieren. Die zien we dus dat we die moeten gaan verlaten, verdwijnen uit deze plant. Dat is namelijk zo, deze mieren, die heb ik net dat nest verstoord. Daar ben ik er helemaal niet blij mee, want ik hou helemaal niet van mieren. Die mieren, die zorgen namelijk voor gangenstelsels tussen je planten. Als die mieren in principe erin blijven en blijven overleven, dan heb ik een probleem. Want ze eten ze verdedigen de luis, dus dat is niet goed. En wij willen natuurlijk luizenvrij zijn. Maar we zien dus een Rhypsalis op een houten stam. Dus hij is wel van de vloer af, dus ik had niet verwacht dat die mieren hierbij zouden komen. Maar zoals wij zien, ik zal het even inzoomen. Zoals we zien, hele drukke mieren. Ze zijn helemaal niet blij met mijn komst, want ik veeg ze net helemaal door het nest heen. Ik kan eens kijken of ik het je kan laten zien, want ik ga daar natuurlijk nu niet met mijn hand aan zitten. Hier zo is het nest van die irritante beesten. Dus ze hebben zich in deze ding genesteld. Zoals we zien, als ik even vergraaf, dan zullen ze alleen maar para worden. Nou, we hebben dus een mierenplaag en die gaan we verdelgen en ik ga je uitleggen hoe je dat het beste kan aanpakken. Maar ik maak dat ik wegkom, want ze moeten mij ook hebben. Ik zit helemaal onder die mieren. Eeuw, ga weg. Ik ga lekker aan mijn koffie genieten en even die mieren verdrijven. Nou, zoals we zien, het is dus mogelijk dat we een mierenplaag hebben. Maar ik ga eerst aan mijn koffie genieten en even kijken hoe die beestjes hun werk doen. Maar toch vind ik het hele indrukwekkende beestjes. Moet je ze nou zien trippen op die plant? En het leuke is, als ze hardere werkers dan wij mensen het zijn. Mieren zijn hele slimme beestjes. Maar heel mooi om te zien, want ze ruimen ook moeder natuur op. Dus zouden er beestjes of dode dieren hier liggen, dan zouden die mieren dat opeten. Nou, nu is dat niet het geval. Mieren die verdedigen natuurlijk ook de luis, omdat ze leven van de sappen van de luis. We gaan dus voorkomen nu dat we de mieren hun gang laten gaan. We wachten totdat de zon helemaal weg is, want we zien de zon staat wel in de kast. Als het avond is en het is donker, dan ga ik deze plant even besproeien met insecticide, waardoor alle beestjes doodgaan. En dat is de bedoeling. We willen natuurlijk de beestjes allemaal weg hebben bij de plant. Dat doen we door ze te verjagen. Te verjagen of door te vernietigen. Dus in mijn geval gaan we insecticide toedienen. En ik ga je laten zien welke insecticide dat is. Ik loop er zo naartoe. Ik ga het zo pakken. Maar ik ga het nu wel even doen. En dan loop ik even door naar binnen. Want die heb ik natuurlijk niet in de kast, hè. Die hebben wij hier zo. En dat is deze. Het is deze verpakking, mensen. Deze verpakking gaan we toedienen bij de luizen. Dus als wij dus luizen willen bestrijden, hebben wij een sproeipomp nodig. Die sproeipomp heb ik hier zo. En dan maak ik even dat ding los. Dat doen we gewoon zo. Hop. We maken een lekker sterk goedje. Want al die mieren moeten gekild worden en mieren zijn nogal hardnekkig. We hebben dus een lege fles. En natuurlijk de Edialux voor alle insecten te killen. Je schudt natuurlijk een paar keer. En dan ook deze maak je open. Een draaidopje. Kinderbeveiliging. Is een merk, een goedje wat je niet hier in Nederland kan halen. Nou, maar we doen het natuurlijk in een pomp. Met een hoge drukpompje om het mooi te vernevelen. Doe het niet in de gieter, want dat is veel te heftig. Dan hebben we natuurlijk ook een maatbekertje. Pak ik hem er even uit. Dan hebben we hier de maatbeker. We hebben natuurlijk het flesje geschud. Dan doen we. En we doen natuurlijk meerdere behandelingen. Zo, we hebben hier dus een klein beetje gif. Met de insecticide van Edialux. Dit beetje gaat hierin. Zo. En zo moet dat. En dan gaan we de water erbij doen. En dan gaan we dan de top erop draaien. Nou, we hebben nu het pompje gevuld. Dan moet je een paar keer licht schudden. Niet heel sterk, maar gewoon licht. Zodat het gif vermengd wordt met het water. Nu gaan we door naar het probleem wat we hadden. Want hier. Misschien zijn ze zichzelf wel weer aan het herstellen. Dus dat gaan we niet toelaten.
Wij gaan die hele gif toedienen. De hele plant en de hele zwaluwnat. Hoppa. Ook goed die stam, want ze kunnen er ook in schuilen natuurlijk. Het kan geen kwaad om dat hele jerrycannetje te leeg als je maar niet alles over de aarde heen doet. Maar wel deels in de aarde, want hier zitten ze namelijk. Hé, hey, moet ze toch op een of andere manier verdrijven. Je kan ze namelijk ook verdrijven door peper of hoe heet dat? Knoflook, water. Knoflook en water te laten weken, daar heb ik ook een video van how to make insecticide. Dus hier gaan we hopen dat alles door wordt gekild. Want wij willen geen mieren in onze collectie. Mieren zijn een doorn in het oog. Dus wij geven de hele plant water. Totdat elke mier eruit is gekropen en nat is geweest. Nu is mijn pomp een beetje de druk eraf natuurlijk, een keer gebruiken. Dus we pompen hem weer opnieuw. Zo. Natuurlijk als je deze insecticide toedient, moet je eigenlijk handschoenen en mondkapje dragen. Dat is wel handig. En als je een insecticide hebt toegediend met warme dagen, zoals dat we zien, 32 graden, geweldig gewoon. Je moet namelijk niet het plantje in de zon zetten en dan insecticide toedienen. Dat dat zo warm is, kan helemaal geen kwaad, is juist goed. Maar ja, we zien dus de mieren. Deze mieren die nemen nu al het gif op en die dragen het gif op zich. Dus ze gaan in het nest zometeen om te schuilen en dan raken ze een ander aan en dan gaan ze dood. Dan gaan ze allebei dood. Omdat ze bespoten zijn met insecticide. Wat je kan doen is hier nog een beetje water doorheen doen of een beetje een druppeltje zeep op. Zo kom je zorg je ervoor dat het ook tussen de groeven van de planten komt. Maar deze plant had geen last van luizen. Maar dit keer iets anders, last van mieren. Je ziet het lopen wordt al steeds minder en dan sproeien we nog een keer. Want we willen natuurlijk alles killen. Dit is heel erg veel gevraagd voor de plant eigenlijk. Maar het is beter dit te doen dan dat je de mieren toelaat en eentje blijft overleven. Want dat is echt iets wat je echt niet zou willen. Je wil echt niet dat die mieren overleven in je plant. Want ik neem binnenkort een andere kast, dus deze kast gaat met de tijd er vandoor. Maar dit is de video update van de polytunnel en de planttour collectie. Plantontwijding eigenlijk, hoe je het een beetje rond kan pakken. Maar ja, deze insecticide die kwamen we tegen op internet, op Google. En het is hele goede insecticide. Nou zien we dus dat die mieren steeds minder gaan doen. En dat ze uiteindelijk doodgaan. Nu zien we dus, de hele vloer is wel nat, dus het is wel handig als je dit in een werkruimte doet. In de plaats van in een gesloten ruimte of een huiskamer of iets. We zien de mieren, nu moeten ze echt overleven. Ja, deze mieren zijn zometeen zo dood als een bier. Je ziet, ze zijn helemaal rustig, dus ze zijn al aan het vergiftigen. Eigenlijk vergiftigen we eigenlijk nu de mieren door de insecticide. Je ziet dus, dat heeft wel een werking. We gaan over een uurtje of een dag later gaan we terugkijken. En dan ga ik je laten zien hoe het heb geresulteerd. Je zag hoe het eruit zag. En nu ga ik je laten zien hoe het resulteert. Dus we gaan even een dag wachten. Maar in die tussentijd. Ga ik heerlijk aan mijn bakje koffie. Nou mensen, dit was dus even het insecticide toedienen met de mieren en de plaag de mieren. Zo zie je dus dat je in een kast gemakkelijk plagen kan krijgen. Vooral omdat op de grond niet betegeld is. We hebben natuurlijk houtstammen in de kast. We hebben natuurlijk een heel goed substraat voor mieren te nestelen. Hier zit een substraat in van brekenzand, rivierzand, universele potgrond en veenmossen. Dus dat is een hele voedzame, luchtige grond. Is ideaal voor mieren te nestelen. Dus nu hopen we dat we de mieren hebben gekild. Dan is dat niet het geval. Dan doen we morgen nog een beurt. Dus we houden de helft een beetje over. En die gebruiken we morgen weer hergebruiken. Maar zonder weg te gooien. En geef niet te veel in één keer. Dus we gaan morgen verder kijken. Zoep zoep. Nou mensen, dit is dus de manier hoe je insecticide toedient en mieren kan verdrijven. Op een hardnekkige manier. Nou mensen, dit was dus hoe je mieren kan verdrijven bij de Rhipsalis in grote potten. Nou wou ik zeggen, vindt u het een leuke video?
even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. Dan mis je, adios amigos.